De televisiewereld staat nooit stil en voor Wendy van Dijk kondigt zich om nieuwe fasen aan. Met het verlopen van haar miljoenencontract bij SBS 6 deze zomer en gezien haar recente serie Flops, gonst het van de geruchten over haar toekomst en salaris. Tina Nijkaap voorspelt een drastische daling van Wendy's inkomen van 1,4 miljoen euro per jaar naar slechts 2 ton. Maar er gloort hoop aan de horizon voor Wendy die een spannende nieuwe wending aan haar carrière lijkt te geven. Albert Verlinden laat de bom vallen. Wendy van Dijk zal schitteren in de revival van de legendarische serie Medisch Centrum West. Ik heb gehoord dat Wendy van Dijk in Medisch Centrum West gaat spelen, die serie die terugkomt, en dat ze daar een grote rol in krijgt, verklapt hij. Het is opmerkelijk nieuws dat niet in de uitzending van 6 zelf kwam, maar wel in de online rubriek in de wandelgangen. Dit acteravond u lijkt net op tijd te komen voor Wendy. Tina Nijkaam beschouwt het als goed nieuws voor de presentatrice die mogelijk samen met Linda de Molde zondagavond op SBS 6 gaat domineren. Echter de huidige bezetting van de zondagavond door Helene Hendricks en haar talkshow zou hierdoor kunnen verschuiven. Mocht de Oranje Zondag zo'n groot kijkcijfer succes blijven, dan verhuist Medisch Centrum West vermoedelijk naar de vrijdag, speculeert Nijkaamp. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft de kwestie van Wendy's salaris een heikel punt. De dagen van haar vijfjarige miljoenencontract zijn voorbij en een aanpassing naar beneden lijkt onvermijdelijk. De tijden zijn veranderd, stelt Nijkaamp nuchter.